Waarvoor gebruik ik deze tennisbal? Niet om te tennissen, maar om straks lekkerder te zingen. Want onze rug is enorm belangrijk, dat we die lekker los hebben, dat die lekker vrij is. En doordat we in een zitcultuur leven, veel achter ons bureau zitten, veel onze schouders spannen, vaak hangen op de bank, geen goede stoelen gebruiken, ja, krijgen we last van onze rug als we hem wel actief willen gaan gebruiken. Dus gaat die vastzitten, gaat er veel spanning in zitten, of wordt die slap ook. En het is juist bij het zingen zo belangrijk dat die enorm vrij is en dat die lekker los is. Dus maak veel oefeningen met je rug, met je schouders. En gebruik dit balletje bijvoorbeeld om tussen je rug en de muur te doen en lekker te bewegen. Dan wordt je rug lekker los. En wat ook werkt, is als je met meerdere thuis bent, op het werk, even elkaar lekker kloppen op de rug. Ha, en dan een beetje klank maken. Ha, 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 ha. Met een losse rug krijg je veel meer energie, voel je veel meer levensplezier en kun je veel lekkerder zingen.